Horrortandarts Peter Thiel laat van zich horen. In een brief ontkent hij alles. Waterballet in Stadshart Zoetermeer. En wie wint? De gouden borstel voor de schoonste wc. Dames en heren, goedenavond. De slachtoffers, de inspectie voor de gezondheidszorg, allemaal deden ze hun zegje in de zaak van tandarts Peter Thiel. De enige die nog niet reageerde op alle beschuldigingen was Thiel zelf. Tot nu. In een brief namelijk aan Omroep West ontkent hij dat hij in zijn praktijk Apollonia Dentistry een spoor van vernieling achterliet bij zijn patiënten. En ook ontkent Thiel dat hij sjoemelde met declaraties. De berichten hierover doet hij af als horrorjournalistiek. In gebrekkig Nederlands reageert tandarts Peter Thiel voor het eerst op de berichten. Hoewel de inspectie voor de gezondheidszorg eerder dit jaar heeft bevolen zijn praktijk te stoppen, vindt hij dat zijn 7 vestigingen altijd goed functioneerden. In 10 jaar tijd zijn ruim 20.000 patiënten behandeld. Apollonia was een groot succes. In de jaren 90 is Thiel in Duitsland wel veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Daarover schrijft hij dat ze niets bezwarends tegen hem hadden gevonden en dat hij zich heeft neergelegd bij de veroordeling. Daarna is Thiel naar Zuid-Afrika vertrokken, maar hij bestrijdt dat hij uit zijn ambt is gezet en dat de horrorjournalisten liegen. Hij zou zijn vergunning als tandarts vrijwillig hebben teruggegeven om een pauze in te lassen. Zijn Haagse vriend Rob van Maastricht neemt het op voor Peter Thiel, die een ernstige vorm van huidkanker zou hebben. Dat is ook de reden waarom de tandarts zich niet heeft verweerd tegen de beschuldigingen. Zijn repliek daarop is: ik ben daar momenteel niet toe in staat en dat hele jaar dus niet. Ik zit onder ernstige behandeling en vecht voor mijn leven. Toch wil zijn vriend niet uitsluiten dat er fouten zijn gemaakt. Kan altijd, hè, waar gehakt wordt vallen spaan. Dus hij heeft binnen een jaar 3000 klanten weten te werven. Dat betekent grofweg 10.000 behandelingen en er lukt misschien altijd wel iets niet helemaal lekker. Zeker op tandartsgebied, wat niet de meest eenvoudige vorm is als je praat over complicaties. Behalve tandarts is Thiel ook muzikant. Vlak voordat hij ernstig ziek werd, heeft hij een cd opgenomen. Een van de nummers verwijst naar een naderend einde. Ik heb een plekje gegeven. Uiteraard hebben we geprobeerd tandarts Thiel voor de camera te krijgen. Maar daar heeft hij nog niet op gereageerd. Op de Italiëlaan en Griekenlandlaan in Zoetermeer stonden ze vanmiddag ineens tot hun enkels in het water. Bij graafwerkzaamheden werd een leiding geraakt. En in een mum van tijd stond de hele straat blank. Een groot deel van de Italiëlaan en de Griekenlandlaan komen aan het begin van de middag blank te staan. Bij het plaatsen van een damwandje is een waterleiding geraakt. Het water spuit uit de grond. We zijn nog op zwemmen, daar kreeg er ineens eentje bij. Ik stond vanmorgen te douchen en ineens geen water meer. Nou, helemaal niks meer? Helemaal niks meer, 3 uur lang. Op straat staan ze letterlijk tot hun enkels in het water. Ja, dat was aardig. Het water is er weggelopen. Ja. Hoeveel liter aan? Nou, dat durf ik niet precies te zeggen, maar 1000 kuub, denk ik. Ja, klein zwembadje? Klein zwembadje, ja. Dat zijn wel leuke dingen om mee te maken, dit. Door de overstroming blijft de Italiëlaan nog de hele nacht afgesloten. Als het water is weggepompt, moet de weg nog worden schoongemaakt en hersteld. Er is een hoop zand weggespoeld. Een brand verwoestte hun huis aan de Haagse Driebergenstraat. Ze hebben niks meer, maar vrienden schieten te hulp. Ze organiseren een actie en vragen bedrijven en particulieren om het gezin te helpen met spullen. Ik deed de televisie aan en toen zag ik meteen de beelden van de Driebergenstraat. En het kwartje viel ook meteen dat mijn boezemvriend is, die helaas het slachtoffer is geworden van deze enorme brand met zijn zoon. Sabine Koenraads realiseert zich meteen dat ze in actie moet komen. Haar vrienden zijn letterlijk alles kwijt. Ik ben ook meteen in de telefoon gaan hangen en iedereen gaan bellen van: jongens, kom op, we moeten iets voor ze gaan doen. Ja. Sabine treedt op als de zangeres La Sonrisa. Ze gaat met haar muzikale vrienden de zondag voor kerst een benefietconcert geven. En mede dankzij al mijn lieve collega's zijn we nu in staat samen met de Kleine Eik om voor hun een gigantisch benefietconcert te organiseren in Den Haag. Waar we met z'n allen ook financieel hem en de kinderen bij kunnen staan.
Een inzamelactie op Facebook loopt intussen als een trein. Diverse bedrijven komen met giften. Laminaat, vloerbedekking, alles komt tegelijk. Mensen zijn fantastisch. En dan zie je toch weer het groen-geel hart van Den Haag. Het gezin waar het om draait is niet in staat om te reageren. Ze zijn nog te emotioneel door de brand. Als ik hem weer spreek, dan volgen alle tranen weer. Want er is ook geen fotootje meer achtergebleven. Alle herinneringen zijn weg. Dus ja, het is vreselijk wat hem is overkomen. We gaan verder met kort nieuws. In een huis in Zoetermeer is vanmiddag bij een brand een hennepkwekerij ontdekt. De brand brak rond 2 uur uit in de woning aan de Multatuluhoven. Tijdens het blussen werd op zolder een kwekerij ontdekt. De bewoonster is meegenomen door de politie voor verhoor. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht omdat ze last had van ademhalingsproblemen. Bij zorgorganisatie Karijn worden 500 medewerkers ontslagen. Hoeveel medewerkers bij de 4 zorglocaties in het Westland hun baan verliezen, moet de komende maanden duidelijk worden. De zorgaanbieder wil met deze reorganisatie 25 miljoen euro besparen. In 2011 zijn ook al 90 mensen hun baan kwijtgeraakt bij de thuiszorgafdeling van Karijn in het Westland. De zorgorganisatie heeft in Naaldwijk 3 verzorgingshuizen en een zorgcomplex in Wateringen. Landelijk gaan 9 van de 26 locaties de komende jaren dicht. Bij een brand in Maasdijk zijn afgelopen nacht 4 paarden omgekomen. Van de stal waar de dieren in staan is niks meer over. De brand ontstaat rond 2:30 in de schuur van een hoefsmid aan de Lange Kruisweg. Rond 4 uur heeft de brandweer het vuur onder controle. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. Een vieze bril, zure luchtjes en een plakkende wasbak. Vieze toiletten, daar zit toch echt niemand op te wachten. Op basisschool Da Vinci in Zoetermeer hebben ze er wat op gevonden. Een wedstrijd. En de winnaar krijgt de gouden wc-borstel. Kijk, dit is onze wc. Hij ruikt nog lekker ook. Maar dit is onze wc en we hebben het over een jungle wc. Hij is een beetje vast. We hebben het gewoon heel mooi gemaakt en dat vindt eigenlijk onze hele klas wel, dat het super mooi is en zo. Elke klas op basisschool Da Vinci heeft een eigen wc gekregen. Die mogen ze versieren en vooral schoonhouden. Normaal was het gewoon echt heel vies, want dan was het allemaal nat op de grond en zo. En dan waren er allemaal propjes op de muur van wc, papier. Oh. De mooiste en schoonste wc krijgt de gouden wc-borstel uitgereikt. Dit is hem dan, de gouden wc-borstel. De strijd gaat vandaag tussen groep 5 en groep 8. We spoelen gewoon groep 5 aan door de play. Zoals altijd. Maar dat is niet waar. We zijn gewoon heel slecht te tekenen. Wij zijn beter. Wij zijn beter. Zeker niet dat. Ja, wij zijn sowieso beter. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wc netjes schoon is? Iris? Ook leskisten krijgen de kinderen, hygiënelesjes bij de kleuters. Daar starten we al bij de basis. Om de kinderen bewuster te laten worden van de hygiëne en van de veiligheid ook op school. Dan moet je eerst doortrekken. En dan moet je dit doen. Nou, een moeilijke keus. De jury steekt de koppen bij elkaar. Wie wint de gouden wc-borstel? Groep 5! Ja! Het is echt een eer om deze gouden wc-borstel te winnen. Ja, het is eigenlijk pas over 2 weken, maar in Lisse is het nu al kerst. Gisteren gingen op de Keukenhof de hekken open voor de 5e editie van Kerst op de Keukenhof. Het thema is dit jaar Santa's Christmas Party. Kerstbomen, een stal, een sneeuwpop en een arreslee. De ingrediënten voor de kerstmarkt op Keukenhof zijn aanwezig. Maar waar zijn de bezoekers? Wij verwachten zo'n 30.000 bezoekers. Vandaag was de eerste dag en het is ook voor het eerst dat we 5 dagen open zijn dit jaar. Andere voorgaande jaren waren we maar 4 dagen open. Maar met de 5e dag hopen wij eigenlijk ook meer bezoekers nog te trekken. En die bezoekers komen net als vorig jaar vooral uit de regio. Hoewel? From Russia in Moscow. Uit Lisse. Ik kom uit Heemstede en Haarlem. Uit Hillegom. Een entreebewijs kost 8 euro.
maar dan heb je nog niks te eten of te drinken. Sowieso moet je wel een goed gevulde portemonnee meebrengen. Er is gewoon heel veel te krijgen op het gebied van huisdecoratie, maar ook voor de innerlijke mens wordt heel erg goed gezorgd. En dat blijkt wel. We gaan nog even zo het warme chocolademelk drinken en even, dan gaan we weer naar huis. Eten! Kerst eten! Nee, je hebt ook nog iets leuks voor je kleindochter. Oh, ja. Wij hebben gekocht een klein kerstboompje voor deze jonge dame. En wat cadeautjes voor de dames. Dus we hebben zaken gedaan. U levert al meer dan 10.000 cadeaus in voor onze actie Donate a Gift. En met nog één dag te gaan kan die stapel dus nog flink groeien. Al uw pakjes zijn daarom nog van harte welkom. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Hier in de loods van Omroep West worden morgen alle cadeaus ingepakt en de eindstand opgemaakt. In Delft wordt nog druk ingezameld. In de bibliotheek zijn vrijwilligers bezig met het innemen van de cadeaus. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, het gaat wel goed. Ik ben hier vanaf 12 uur en er komen veel mensen langs met heel veel verschillende dingen. Cadeaubonnen soms, maar inderdaad ook knuffels, spelletjes. We hebben nu net ook twee onderbroeken gehad bijvoorbeeld. Ja, echt alles. Bij het inzamelpunt in Leiden, bij het Diaconaal Centrum aan de Oude Rijn, zijn ze heel positief. Lekkere spullen zoals voor het lijf, kinderspullen, kijk, leuke modellen, bouwdoos, puzzeltjes, teddybeer, geweldig. Alleen het aantal mensen valt in vergelijking met Delft een beetje tegen vandaag. Eerlijk gezegd, ik geloof 3. 3, dus dat valt heel erg tegen. Ja, de eerste vrijdag kwam het absoluut niet op gang, zaterdag een beetje. Ik hoop eigenlijk dat de grote klapper morgen nog komt als alle mensen weer voor het weekend boodschappen gaan doen. Dus bent u morgen vrij, kom dan een handje helpen met inpakken. En draag bij om een ander een fijne kerst te bezorgen. Tijdens deze drukke feestmaand volgen we de familie Vos. Ze wonen op het kamp in Noodorp en ze runnen een vuurwerkhandel. Vandaag, aflevering 2, de jacht op een kerstboom. Theo is op pad gestuurd om een kerstboom te halen bij oom Bats. Maar die past net niet bij mij in de woonkamer, oom. Nee. Misschien een topje eraf, een piekje eraf, dan gaat het net wel. De Vosjes komen hier al jaren, want zaken doen, doe je met familie. Maar vroeger stond het vol hier, hè, oma? Ja, het stond vol. 4.000 bomen. Ja. Maar nu is het, je wordt allemaal geslacht door de Horenbach, door de Praxis, door de Gamma. Die lopen al voor Sinterklaas te verkopen. En jongens die een standplaatsje hebben, die mag er pas 6 december staan. Theo heeft een hulpje meegenomen, neefje Louis. Hou maar even recht, Louis. Is die wat voor in de tuin? Weet je hoe dat gaat, Louis? Een kerstboom uitzoeken. Je moet een beetje dik hebben, een beetje dik het netje zit. Je moet even een beetje voelen zo. Het moet aanvoelen als het dames komt. Een beetje zacht. Terwijl Louis nog steeds niet snapt hoe dat voelt een dames komt, heeft Theo al een zachte boom gevonden. Ja, deze. We nemen deze. Gaat hij even netjes. Gaat hij even een kruisje eraf halen. Geef me even die zaag. Geef me even die zaag, dan zaag ik even het bovenkantje eraf. Gaan we hier eraf? Gaat hij erin dan? Zie je dat hij nou past? Even zaging. Ja, er valt wat af te lachen met Theo. Maar dat duurt niet lang. Want bij thuiskomst is er een probleem met de boom. Nou. Past hij er niet in? Kim, heb jij een zaag? Buurvrouw Kim schiet te hulp. En zus Hedy heeft ook een mening. Ik zie zo al dat het geen mooie boom is. Wat denk jij? Er zit een heel gat hier. We hebben alleen één probleem. Hij had hier de spijkers doorheen gejast. Oh. Volgende keer in Feest met de Vosjes. Als je het toch opnieuw gaat doen, dan kun je beter nu gaan doen, Romaan. Wat wil je eruit? Ik bemoei me er niet meer mee. Het is nooit goed. Ja, en dinsdag ziet u hoe dit afloopt. Dan is de volgende aflevering van Feest met de Vosjes.
We gaan verder met het weer. Huub Mizee. Vanaf het weekend krijgen we te maken met wisselvallige weer. Het wordt erbij zachter, maar dat weer dat kunnen we wel tot aan de kerstdagen verwachten. En het huidige weer krijgen we veel weerfoto's binnen. Ik moet dan ook verschillende mensen teleurstellen. Maar een volgende keer kan uw foto er wel bij zitten. En dat kan dan ook wel eens een zwart-wit foto zijn, zoals hier nu te zien is. Ja, voor het ochtendrood, zoals dat vanochtend weer was te zien, daar zijn natuurlijk weer kleurenfoto's voor nodig. Voor de rest vandaag inderdaad weer een dag met zon, met wat meer wind en temperaturen vanmiddag van 5 graden, maar nog steeds droog. De komende avond en de komende nacht blijft het ook droog. We hebben dan te maken met bewolking die langzamerhand vanuit het zuiden komt binnendrijven. Het blijft dan dus wel droog en bij een afnemende zuidenwind, een zwakke tot matige wind, daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen overdag zijn er ook wolkenvelden. Daar kan mogelijk wel af en toe wat zon zijn, maar ook dan blijft het nog wel droog. Morgen opnieuw een zuidenwind die matig zal worden en een temperatuur die zo 5 graden zal worden. Zaterdag. In de nacht naar zaterdag krijgen we met regen te maken. Zaterdagochtend is er nog bewolking. Later komt er weer af en toe zon. Maar dan wordt de wind zuidwest tot west. Wordt matig aan de kust vrij krachtig en gaat dus zachtere lucht aanvoeren. Want zaterdag kan het zo'n 8 graden worden. Dankjewel Huub en tot zover weer TV West Vandaag. Meer nieuws is natuurlijk te zien en te horen op onze website omroepwest.nl. Straks hier op TV West onze eerste aflevering van de serie Het Kersthuis. Hier alvast een klein voorproefje. Het staat wel lekker allemaal lekker dicht op elkaar, hè? Ja, lekker vol. Ja. Dat geeft sfeer. Ik heb helemaal niet zoveel buiten. Ja, het is niet. Ik vind helemaal niet veel. Where the treetops glistening. Want ik heb gewoon de streepjes op mijn raam. Laat je gewoon zitten. Laat zitten, die streepjes. Nou, en dan Scrooge, hè? En Christel Karel. Waarom moeten mensen op jouw kersthuis stemmen? Omdat ik wil winnen. Ja, dat dus allemaal straks in het kersthuis. Morgenochtend om 6 uur meldt Michiel Steenwinkel zich weer met Morgen Michiel. Wij zijn er morgen weer om 5:30 met een nieuwe uitzending van TV West Vandaag. En blijf ondertussen ook onze actie Donate a Gift volgen. Hè? Of lever cadeaus in bij een van de inleverpunten. Ik wens u allemaal een mooie avond. Dag.